video. Vandaag heb ik de unboxing van de nieuwste Look Fantastic Box. Nee. Hij is roze. Ik hoop trouwens niet dat ik te overbelicht ben door de zon, maar die begint lekker te schijnen. En hij staat in het teken van Valentijnsdag, had ik begrepen. Dus laten we maar gaan openmaken. Ik weet wel dat er iets is veranderd, zeg maar, qua informatie in het boekje was vorige maand ook. Er staan 4 producten beschreven. En er zitten er meer in. 5, 6, volgens mij, weet ik niet, zien we zo. Dus ik weet niet van alles de prijzen en de waarde. Ga ik ook niet opzoeken. Ik neem aan dat dat vast wel ergens staat. Of ik zet het ook in de beschrijving. Maar in het boekje van vorige maand stond een preview van het product wat er deze maand in zit. En dat is van de Pixie, de Glow Tonic. En dat is echt een heel klein mini flesje van 15 milliliter. Dit is denk ik wel het meest bekende product van Pixie. Ik krijg van Pixie wel als PR en ik heb echt zo'n grote fles met een pompje. Zo'n kleintje is leuk om te proberen, maar ik denk dat je er echt een paar dagen mee kan doen. Misschien dat ik hem bewaar voor vakantie of ik in een winactie of wat dan ook. Maar ik zal even de informatie hiervan opzoeken. Na het kijken in het boekje voor de informatie, maar eigenlijk heeft dat ook helemaal geen nut. Alles staat er in het Engels en er staan ook geen prijzen bij. Ik weet eigenlijk niet of dat vorige maand ook al zo was. Maar ja, weet je, het kost een paar euro. Pixie Glow Tonic is sowieso niet heel prijzig. Heb je in verschillende formaten. Dus mocht je er niet mee bekend zijn, is dit een leuk formaat om te proberen. Mocht je er wel bekend mee zijn, is dit gewoon een leuk formaatje om mee te nemen voor een weekendje weg of op reis of vakantie of wat dan ook. Dan het tweede product en dat is van het merk Glow. Dat heeft er ook al volgens mij vaker in gezeten. Of ben ik nou in de war met adventskalenders? In ieder geval, ik ken het merk wel. En wat ik ook gelijk zie, is dat het in de vorm is van een hartje. Kijk dan hoe leuk. Kijk, dit is dus het thema Valentijnsdag. En er zitten er 2 in. En hiermee kun je je gezicht reinigen, de make-up eraf halen, door alleen maar water te gebruiken. Ja, dat werkt dan al. Je kan ook je gezicht, hoe heet dat? Michelin water of zo gebruiken. Maar in principe werkt het alleen al met water. En daardoor kunnen ze de was in. Dus super handig. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het uiterlijk ervan ook super leuk vind. Te schattig toch? Het product wat ik eruit haal is van Dr. Botanicals. En dit is de LM Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter. En dit is een product die je kan aanbrengen op alle droge plekjes. Dus je handen, je ellebogen, misschien ook je knie of wat dan ook. Dus gewoon voor je lichaam en een soort body butter lotion. Mocht de belichting in één keer anders worden, de zon was net heel fel aan het schijnen. Gaat nu achter een wolk. Dus ja, dan verandert het een beetje. Het vierde product. 1, 2. Ja, het vierde product is van Beauty Pro. En dat is de Food Therapy Collagen Infused Booty. Oftewel een voetmasker. Persoonlijk echt dol op dit soort maskers voor de voeten. Ik gebruik het als extra verzorging. Ik trek zo'n masker aan, zeg maar, om mijn voeten. En doe er dan die dikke huissokken op. Want anders glij je echt uit als je hiermee gaat proberen lopen. En ik doe hem altijd net wat langer aan dan beschreven staat op de verpakking. En je voeten worden daarna lekker zacht. Dit is met collageen, sweet almond en peppermint. Dus ja, die ga ik ook gewoon lekker gebruiken de komende dagen. Een product die ik een tijdje terug ook heb gezien. Maar nou weet ik niet of dat in een Look Fantastic was. Of in een goodie box of in een andere box. Want toen was ik nog geen abonnee. Maar ik heb hem wel bij andere video's gezien. En toen wilde ik hem al bestellen. Maar ik dacht, het komt wel. En nou heb ik hem. Het is van Lottie London, de Ombre Blush. In de kleur Haze. En de zon die werkt weer lekker mee. Prachtige kleur. Een beetje, ja, dat ombre. Ik hoop dat jullie het een beetje op camera kunnen zien. Het is een budgetmerk. Was ook een tijdje verkrijgbaar bij Kruidvat. Maar dat merk is stilletjes verdwenen uit alle Kruidvat-filialen en online. Net zoals nog een paar merken sinds de komst van het Kruidvat eigen huismerk. Dus ik ben heel blij dat ik hem nu gewoon alsnog heb. Want ik vond het heel leuk te uitzien. En ik dacht, ja, dat is wel wat voor mij. Dus ik ben hier heel erg blij mee. We hebben nu al 5 producten gehad. En er zitten er nog 2 in. Wel 2 kleinere, maar leuk gevuld. Als eerste zie ik van Baby. Ik heb geen idee hoe ik het uitspreek. Een heel klein tubertje. Met de Clarity Cleanse. Daily Gel Cleanser. Met 20 ml. Ik denk dat ik hier net 2 keer mijn gezicht mee kan reinigen. Maar ja, weet je, leuk om een keer uit te proberen. Ik ken het hele merk niet, maar gezichtsreiniger is eigenlijk altijd wel welkom. En dan het laatste product is van Balance Me, de Vitamine C Brightening Eye Serum. En dat is een inhoud van 5 ml.
Voor het gebied rondom je ogen heb je maar echt een heel klein beetje nodig. Dus hier kun je wel een tijdje mee vooruit. Dat was het eigenlijk alweer. Ik vind het wel jammer, moet ik zeggen, dat ik niet alle prijzen heb om te kunnen zeggen dit is de waarde. Maar Loofantastic Canada is het sowieso wel meer dan wat je ervoor betaald hebt. Dus ja, ik vind het wel leuk. En als ik dan moet eerlijk zijn, dan vind ik dit het allerleukste vanwege de vorm. Dit is het enige wat ik uit de box kan ontdekken dat het echt een beetje een Valentijnsthema is. Al zag ik dat het thema eigenlijk self-love is in de air is. Ja, dan dat past er wel beter bij. Maar ik ben heel erg tevreden eigenlijk met deze. Ik ben wel Helemaal. benieuwd wat jullie van de inhoud vinden. Wat het leukste product is of waarvan je denkt, nou, dat hoeft er niet in te zitten. Dus laat het vooral zeker even achter in de reactie. Jullie bedankt voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende video.